Ga beginnen. Chantal. Dat ga ik doen. Chantal, wat fijn dat je dat zonder mokken doet. Dames en heren, we gaan naar het slot van deze uitzending. Ik pak het belachelijk grote bord ernaast. Mag ik het parcours nog verkennen? Of, Je mag nu even snel kijken als je wil. Ga je gang. Dan kan ik even uitleggen wat we gaan doen. Dan pak ik de spulletjes erbij. Ren je Rio, daar gaat het om. Ga niet te ver naar beneden, want anders kost het je energie. Kijk, ze gaat helemaal op onderzoek uit. Kom maar aan, maar even kijken waar ik nou die ananas moet pakken. Die ananas staat beneden op dat roze muurtje. Ja, oké. Oh, dit is de warming-up. Oh, dit is helemaal professioneel is dit. Geef mij de tijd. Deze ook doen, of is dat niet goed? Oh ja, kijk, er staat er nog één. Nee, dat mag niet. Appeltje, eitje. Het is wel ver, denk ik, hoor. Het is wel ver. Beste tijd, 29.86 van Rintje Ritsma. Oei, oké. En alles is geoorloofd. En hij moet hierop? Dan zeg ik niet te veel. Hij moet hierop uiteindelijk, ja. Oké. Dames en heren, bent u er klaar voor? Chantal Achterberg. 3, 2, 1, go! Harder! Ja hoor, dan gaat ze. Olympisch zilver in de bocht. Hupsakee, afgesneden door de bosjes. Slimme route. Komt nu bij de ananas aan. Ananas tijd is net onder de 14 seconden, dames en heren. Dat is heel snel. Blijf haar aanmoedigen. Blijf haar aanmoedigen. En dan komt ze het laatste stuk. En hij moet hier erop. Hij moet hier erop. Bijna. Ja. Het is wel echt ver. Is het ver? Ja. Was het zwaar? Nou, niet zwaar, maar wel verder dan ik dacht. Het is buitengewoon soepel, zag het eruit. Dames en heren, we hebben een nieuwe koploper. Yeah. 28.87. Gefeliciteerd. Ja, ja. Lekker toch.